Hey, yo kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie even een snelle achteraf commentary. En ja, ik speel hier dus op Hijacked met Remington. Mijn Klaas zag je dan net wel. Ik ben even vergeten wat voor attachments ik gebruik. Sowieso Long Barrel. Volgens mij ook Fast Max. En dat was het volgens mij. En ja, perks gebruik ik volgens mij Lightweight, Dexterity en Toughness volgens mij, ik weet het niet meer. Ja, de killstreaks die ik gebruik zijn UAV, Lightning Strike en Dragonfly. Of Dragonfire, Dragonfly, weet ik veel hoe dat stomme ding noemt. Het is een serieus waardeloze killstreak. Zo gauw als je dat ding oplaat, ja zeg maar, laat gaan. Pff, gewoon insta kill, gewoon ding is hartstikke dood. Zo belachelijk. Maar ja, ik speel hier dus op Hijacked. En ik eindig uiteindelijk wel positief. We winnen ook wel. Ik ga op een gegeven moment zo'n rampage als er maar twee Orbital V-setjes online zijn. Dus ja, maar goed, ik ga het vandaag met jullie hebben over mijn vakantie. Wat ga ik allemaal doen? Waar ga ik heen? En ik ga het ook nog een beetje hebben over de series, want er is een beetje een verandering gekomen. Ik zal daar eerst maar even over gaan hebben. Wel, ik heb de Bloodstone van Zwef Leefdroep niet afgekregen voor de vakantie, want het is vandaag donderdag. En wel, ik ga morgen al weg, morgenmiddag. Dus ik kan morgen denk ik maar 1 tot misschien 2 video's uploaden, weet ik niet. Maar ik moet de spullen nog pakken en een hoop gestek moet ik vandaag dus allemaal doen. Maar ja, het is dus best allemaal wel hectisch. Als we op zomervakantie gaan, is het helemaal erg. Want dan moeten we een zak hebben. En dan moet bovenop de aanhanger. En de aanhanger moeten we aan de auto. En alles moet ingepakt. Want het is serieus niet normaal. We nemen zoveel rotzooi mee. Goed, lampen en. Nee, we hebben wel altijd een lamp in de tent. Want wel, het is een redelijk donkere tent. Dus ja, gewoon met stroom. Nou, het boeit allemaal niet. Maar ja, we gaan dus op mijn vakantie en we gaan in een huisje zitten, in een bungalowtje bij Hoogwald. Dat ligt volgens mij bij KLMC in de buurt. Tenminste, wat ik ervan heb begrepen. Oh ja, by the way, ik ben ook tweede prestige. Nou, tweede prestige level 25 of zo, weet ik veel. Dat zag je dan net wel, dat dingetje erboven. Boven. Dus ja, ik ga wel gewoon prestigen en ja, ik wil zoveel mogelijk wapens goud hebben. En ja, ik ben op dit moment wel bezig om wat grote wapens te krijgen. Maar goed, nog even terug op de Bloodstone Fans 5 playthrough dus. Ik baalde wel van dat ik niet af heb gekregen. Want wel, ik wou eigenlijk na mijn vakantie, wanneer ik weer terug ben, gaan beginnen met mijn Pokémon playthrough. Daar hebben jullie de eerste aflevering al hopelijk van gezien. Zo niet, kijk hem dan even. En laat ook even gewoon wat likejes achter, jongens. Dus ja. En ja, het is best wel vervelend, want nu moet ik dus eerst, als ik weer terug ben, die Bloodstone Fans 5 playthrough af gaan maken. En dan kan ik weer verder met de Pokémon, want ik ga na mijn vakantie, als ik weer terug ben, dus ook beginnen met een Skyrim playthrough op Dit is een Gaming kanaal. Dan ga ik ook beginnen met mijn Modern Warfare 3 Survival, waarin ik door alle survival maps heen ga spelen. En waarin ik minimaal tot wave 30 probeer te komen. Dan natuurlijk mijn Ronald speelt Minecraft, daar wil ik natuurlijk mee verder. Epic 5 playthrough stoppen we dus mee. Ik ga weer verder met de survival met Jordi. Ik ga verder met Minecraft Skyblock. Ik heb gewoon superveel dingen in de planning. En als ik daar ook nog een Pokémon playthrough bij moet doen, dat trek ik dan niet. Dat is een beetje te veel. Dus eerst de Bloodstone Fans 5 playthrough afmaken. Dan de Pokémon gaan doen. Dus ja, de Pokémon doe ik denk ik 10 likes voor de volgende episode. En naarmate dat goed gaat, doen we dan 15 likes. Gaat dat goed, doen we 20 likes en zo door. Dus ja, ik ga dat bij veel doen. Ik denk ook bij Ronald speelt Minecraft 20 likes. De survival met Jordi is 15 likes. Weet je wel, als ik die likes doe, het is misschien een beetje douchebag-achtig, maar zo kan ik uploaden wanneer jullie iets willen zien. En dat is ook gewoon een stuk makkelijker, want ik weet nooit wat ik moet uploaden. Dus ja, zo blijf ik content posten die jullie leuk vinden. Dus ja, natuurlijk doe ik dat niet bij Skyblock. Want wel, Johan en ik hebben niet zo heel veel tijd op die recorden. Want wel, hij heeft natuurlijk ook school. Ik heb school, dus ja, het is allemaal een beetje kijken wanneer het kan, hè. Dus ja, maar goed. Nog even weer terug op de meivakantie. Mijn god, wat een chaotische commentaar. Ja, het is mijn eerste commentaar van de dag. Die is altijd waardeloos. Standaard bij mij. Maar ja, ik ga dus vloggen daar. Want wel, als mijn ouders boodschapjes gaan doen, dan ga ik denk ik even mijn huisje laten zien en zo. Dus ja, ik moet even kijken precies wanneer dat kan. Maar ik ga niet daar uploaden. Dus jullie zien een, ja, week geen video's van mij. Het spijt mij enorm. Maar ja, ik heb vakantie. Dan heb ik gewoon zoiets van fuck YouTube. Dan doe ik er niks aan. Dus ja, daar moeten jullie maar even begrip voor hebben. Want wel, Nederlandse YouTubers moeten alleen van Nederlanders hebben. En wel, de meeste Nederlanders zijn weg met mijn vakantie. Dus dat is in principe een verspilling om niks. Ik ben wel partner. Ik kan wel gepland uploaden. Maar ik vind dat gewoon een verspilling van tijd, jongens. Niet normaal. Na mijn vakantie krijgen we ook snel internet. Dus misschien kan ik dat ook wel live streamen. En meer fiets uploaden. Nou, meer fiets uploaden. Want ik
ik ga ook weer bezig met donut moves. Dat is toch maar wasmachine, dat ding begint te piepen. Maar ja, ik ga dus ook weer beginnen met donut movies. En ja, dan worden we weer video's uploaden en een Lego kopen en blablabla. Dus er wordt ook een tijd voor donut movies, of namelijk van Shadow Games. Oké, okay, Ronald, even jezelf bij elkaar rapen, mee gehad. Ik heb mijn hersens nog op het nachtkastje laten liggen, maar... ja, dus dat neemt ook wat meer tijd in beslag. En wel, het is wel fijn als ik dan wat sneller internet heb. Want dan heb ik gewoon zoiets van, oké, dit upload ik nu. En wel, dat is dan klaar. Dan kan ik iets voor donut movies gaan doen. Of dan kan ik wat gaan recorden, weet je wel. Het is in principe niet zo heel veel tijd. Wat veel tijd in beslag neemt, is het hele uploaden. En je hebt gezien, als je het goed plant, kun je het allemaal wel doen. Want wel, het recorden is niet zo heel veel tijd. Het renderen is ook niet zo heel veel, want dat is gewoon settings doen. Wat wel heel veel tijd kost, is soms nieuwe thumbnails maken voor nieuwe series. En uploaden, want daar moet je al die labels invullen en dat is gewoon een hoop gekloot. En als dat gewoon wat sneller klaar is, dan ben ik ook gewoon sneller tevreden. Want dan heb ik mijn goal van 2 fits dan per dag behaald. En op Donut Movies ga ik proberen misschien 5 fits per week te uploaden. Dat weet ik niet, vooral wat updates en zo. Dat is ook niet zoveel werk, maar dat duurt heel lang om te uploaden, die Donut Movies video's. Dus als dat dan 1,5 keer zo snel gaat, is natuurlijk mooi meegenomen, want we hebben nu 20 MB internet en we gaan naar 50 MB, dus dan is het ook wel redelijk pro het internet, want dan kan ik snel uploaden en dan kan ik ook hopelijk snel live gaan streamen. En hier ging ik echt gewoon rampage met de 2 orbital fiets satellietjes, dus ja, wat grappig. Dus ja, huppakee, wat staat er zo meteen? Ja, Fury Kill, dat is wel chill. Maar ja jongens, waar zou ik er nog meer met jullie over gaan hebben? Ik moet ook nog zo inpakken. Dus ja, oh ja, dit is ook best wel grappig. Raad eens wat er bij ons meegaat op mijn vakantie. 1 laptop, 2 laptops. En daar bleef het niet bij. Nee, er kwam er nog een iPad bij en zo. Dus ja, is wel grappig. En wel, de kans is groot dat het weer gewoon poep is. Want wel, we hebben de weersverwachtingen wel gecheckt. We weten niet of het vandaag al veranderd is. Maar gisteravond zeiden ze allemaal regen, hartstikke slecht weer en zo. Dus dan hadden we meteen gewoon zoiets van, oké, we gaan gewoon internet nemen. Dus ja, maar dus nog even afwachten of het weer ons goed gezind is. Zo niet, dan wordt het dus internet. En dan kan ik mijn YouTube gewoon bijhouden. Want dit is best prijzig, hoor. Best wel duur. Ja, best wel duur, jongen. Je weet wel, best wel duur. Dus maar dus nog even kijken of internet nemen. Dus als jullie niks van mij horen, maar dit is dan super jammer, maar dan heb ik dus geen internet. Ik zal wel tweeten wanneer ik dus internet heb en zo. Dus de komende week moet je me vooral even volgen op Twitter, want daar post ik wat updates en zo. En ja, wat ik allemaal aan het doen, maar natuurlijk wat foto's. Ik ga ook wel even vloggen. Ik maak wel even een tour van mijn huisje, zeg maar. Wanneer mijn ouders aan het shoppen zijn. Dus dat heb ik wel veel zin in. Want wel, we gaan naar mijn favoriete plekje, Hoogwald. Dat ligt daar bij Kellamzee en de Binnen. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar het is ongeveer 4 tot 5 uurtjes rijden. We gaan niet met een aanhanger. We hebben wel een aanhanger voor de zomervakantie nodig. Maar we hebben gewoon zo'n grote tent. Die past niet in de auto, want we hebben niet zo'n hele grote auto. Dus Duke Station. Nee, dat hebben we niet. Maar jongens, de gameplay is nu bijna voorbij. Hoe lang duurt het nog? Ja, een minuutje of zo. Maar ik vind het wel een leuke gameplay. Ik had eigenlijk een pro-gun game willen gebruiken hiervoor. Maar Sony Vegas besloten, weet je wat, Ronald? Laten we mij gewoon even dit lekker verpesten. Jawel, jawel. Dus kennelijk moest ik even een andere gameplay pakken. Nou ja, vertel even of jullie hiervan hebben genoten. Ik probeer dus wel mijn Remington goud te halen. Dus jullie zullen de komende tijd wat meer gameplay zien van de Type 25. De Peacekeeper heb ik al goud, dus die laat ik even links liggen. De Remington dus. De weet ik voor wat, Epic 7 ook. Maar goed jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Ik ga jullie vragen, laat even wat likes achter. En het spijt me heel erg dat ik niet kan uploaden in mijn vakantie. Maar goed. Tot volgende keer. Bedankt voor het kijken. En ik spreek jullie denk ik wel weer op Twitter als we überhaupt internet nemen. Dus ja, later mensen.